Godverdomme, Verossum, hou je bek, het is oorlog. Oh my god, so both towers are now... Er wordt nu ook een beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Nog gekker was dat Theo van Gogh, Theo die belde, en die zei, ga zo door. Dat was eigenlijk de enige... Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps. Het is nooit 3 weken geleden fout gelopen. Dat is nooit zo. Het is altijd jaren geleden al fout gelopen. En dat geldt en voor Afghanistan en voor Irak. En het geldt primair, en dat is de kern van de zaak, voor de hele definitie die de Amerikaanse regering vanaf 2001 gekozen heeft voor de war on terrorism. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here, 2 of them. We hadden nog eventjes contact gehad over 9-11, omdat dat natuurlijk voor ons ligt. Ja, daar wil ik dolgraag wel iets over zeggen. Ja, want daar is ook meer natuurlijk omdat dat de Afghanistan van de afgelopen weken nog eens te meer duidelijk heeft gemaakt wat een gruwelijke, ontzettende, stomzinnige, incompetente fouten de Amerikaanse regering gemaakt heeft in de nasleep van 9-11. Dat moet je constateren. En dat die fouten waren eigenlijk vrijwel onmiddellijk zichtbaar nadat dat dit tragische feit zich had voorgedaan in de opstelling van de Amerikaanse regering. Ja, hoe, want het is natuurlijk deze week krijgen we al die terugblikken. Ik kan me nog herinneren dat jij op de universiteit was toen het gebeurde. In zo'n, je hebt dat wel eens omschreven, in een kamertje zat je. Ja, ik zat in mijn hele lullige kamertje. Dat had overigens de reden dat als je niet met veel andere mensen in een hele grote mooie kamer wilde zitten. En dat wou ik per se niet. Hoe je in een kantoortuin in godsnaam iets kunt verzinnen, doen of werken, is me een totaal raadsel werkelijk. Maar goed, dan kreeg je dus een heel ongelukkig kamertje toegewezen. Ik heb ook eens gedacht, weet je wat ik doe, ik bel de ABO-dienst. Wordt waarschijnlijk het hele instituut afgekeurd, dus dan, wie weet krijgen we dan andere mogelijkheden. Nu is het heel, ik was de laatste, dus heel mooi, nu. Ja, nee, nu is het op het instituut, het was het, verrast toen, ik was nog niet vertrokken. Of ze zijn nog weer eens een keer verhuisd, hè, want het instituut verhuisde voortdurend, dat is ook zoiets gaars. Elke 7 jaar verhuisden wij, of het nou nodig was of niet nodig was. Ik had er ook wel een theorie over, die zal ik niet uit de doeken doen, dat heb ik al vaker gedaan. Ja, er werd veel geld verspild volgens mij door de universiteit in een aanhoudend verhuizingencircus wat ze georganiseerd hadden. Ja, en toen was ik dus weer, toen was ik vertrokken. En toen, was ik niet op de hoogte gebracht van het feit dat het instituut weer verhuisd was. Maar goed, ik moest toch een pakketje afgeven. Het hele instituut bleek verdwenen te zijn, 3 huizen verder eigenlijk. Nou, ik was onder de indruk, zeg maar, afgetimmerd met dat steigerhout, hè, dat is enorm in de mode. Peperduur. Dat zag er echt allemaal uit. Dat is luxueus uit. Ik denk, god, dat is ook eigenaardig. Heb ik, wat is het, 37 jaar in die agenebische rotzooi moeten werken en hebben we dit. Ja. Niet dat ik het erg vind. Ik werkte natuurlijk al. Ik heb mijn dissertatie op het instituut geschreven. Waar ik overigens op het Uithof, waar ik een hele aardige kamer had, by the way. Omdat de kinderen klein waren en thuis. Dus dat thuis lastig was. Maar vanaf de, nou ja, ik weet niet, vanaf halverwege de jaren 80 heb ik eigenlijk altijd thuis gewerkt. Dus nou, ken je, aan de universiteit natuurlijk heel goed mogelijk. Want je kunt checken of iemand iets schrijft, ja of nee. En voor de rest moet je zorgen dat je op tijd bent om college te geven, dat spreekt. Maar je zat dus in dat kamertje. Ja, en daar belde iemand op, een mevrouw van TV Noord-Holland, als ik het me goed herinner. En die mevrouw zei, er is een vliegtuigje, zei ze, tegen een van de Twin Towers gevlogen. Waarop ik dacht, nou ja, een vliegtuigje. Ik kende dat verhaal over die bommenwerpers tegen het Empire State Building en zo. Dus ik dacht, nou, mevrouw, dat vliegtuigje is in 1000 stukken brandend naar beneden gestort. Dat kan haast niet anders. En toen werd er, nou, ik schat, wat was het, ik een half uur later of zo weer gebeld. En toen bleek het toch wel dat er iets heel raars aan de hand was. Toen was het de andere toren ook getroffen. Dus toen ben ik op de fiets gesprongen, ben ik naar huis gepeddeld en ben ik hier naar de televisie gaan zitten kijken. En toen werd er al heel snel gebeld door Hilversum en werd ik opgehaald door een taxi.
En toen heb ik daar mijn revolutionaire commentaar gesproken, waardoor ik al heel snel weer door Hilversum afgeserveerd was, want ik was volledig ongeschikt graag. De schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... U wilt een nieuw tijdperk laten beginnen. Nou, dat is begonnen, want vliegtuigkapingen in de jaren 80, 70, 80... die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen voor elkaar te krijgen. U denkt dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben? Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Dat sluit ik niet uit. Dan krijg je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je kijkt omhoog naar zo'n glazen toren en je ziet het vliegtuig erin knallen. Serieus, u zegt zelf daar ook over, het is ook iets waartegen je niet kunt verdedigen. Nee, nou, dat is dus ook misschien reden te meer om aan te nemen dat deze methode navolging krijgt. Ja, als je dan maar realiseert dat het terroristische daden zijn, het zou navolging kunnen krijgen, hoewel ik het wel erg dramatisch vind om te denken dat dit nu verder met grote regelmaat zal gaan plaatsvinden. Dat lijkt me ook een tikkeltje overdreven gesteld natuurlijk. Waarom? Maar het waarom? Is een... Nou ja, dat... Wie zouden dat dan moeten gaan doen? En op welke plek zouden dat gisteren deden het, waren het er ook vier die het opeens deden. Nou, ik geef toe, het is niet uitgesloten. En er wordt ook veel te veel gesuggereerd nu weer. Ook allemaal mooie retoriek. Nieuwe samenwerking. Nieuwe, geweldig, strenge veiligheidsmaatregelen. Maar de essentie van dit soort van zaken is dat er helemaal niets tegen te doen is. Nee, dat is zoals ik misschien ook juist het probleem. Als iemand die dat kan weten, is het wel Barak, en die legde dat gisteren heel helder uit hoe dat in elkaar zat. Het denk aan Israël, wat in feite een staat is in de greep van draconische veiligheidsmaatregelen, waar ze ook nog alles van die lui grijpen, maar daar komen er altijd, komen ze er tussendoor. Het was de gezamenlijkheid, er ontstond natuurlijk een totaal hysterische opwinding op alle fronten. Niet waar, het einde van de wereld was daar, de derde wereld was begonnen, de wereldoorlog was begonnen, enzovoort, enzovoort. En jij hebt toen gezegd van, dat is allemaal onzin, dat begint helemaal geen nieuwtijd. Nee, dat zei ik helemaal niet. Oh, sorry. Dat is ook zo'n gerucht dat ik zei, ach, het valt allemaal best mee, wat kan dat schelen, die torens en zo. Dat heb ik helemaal niet gezegd, ik heb alleen gezegd, wat jullie denken dat het is, is het niet. Dit is een terroristische aanslag. Want wat zijn terroristische aanslagen? Dat is in feite dat je optreedt op een onverwachte plek, op een onverwacht moment, tegen mensen die er eigenlijk niks mee te maken hebben. Zodat je in staat bent om dat uit te voeren. Terrorisme is het wapen van de machteloze. Als het oorlog was, dan was er iets heel anders gebeurd. Dan had je tot je verrassing gehoord, na anderhalf of twee uur, dat een aantal door Arabieren geleide panzerdivisies onverwacht uit de Canadese wouden opgerukt was aan het rukken naar, weet ik veel, naar Seattle, daar waar er niets is. Dat is oorlog. Oorlog is heel iets anders. Stel je voor dat Nederland door een verschrikkelijke terroristische aanslag zou worden getroffen. Ik zou maar zeggen, het stadhuis op de Dam in Amsterdam zou in een ruïne veranderen. Nou, dat is gruwelijk. Er zouden waarschijnlijk ook honderden doden bij vallen als dat zo was. Maar het is heel iets anders dan, laten we zeggen, de bezetting van je land door een vijand. Want dat betekent overal op elke plek dat je hele leven grondig verandert. Maar door zo'n aanslag zou dat niet het geval zijn. Heel vervelend. We kunnen nog jaren daarover doorzeuren natuurlijk. Maar hè, waarom is het paleis ingestort? En, nou ja, of zou het nog heel lastig zijn om een aanslag op het paleis uit te voeren? Hè? Denk aan het Pentagon. En waar ook een vliegtuig tegenaan gevlogen is. Daar zijn wel een reeks van doden gevallen. Maar het is toch totaal anders. Want het is natuurlijk de crux van New York is dat die twee torens in elkaar gezakt zijn. Met het hele drama wat daar natuurlijk bij hoorde. Mm. Nou ja, dan kun je natuurlijk de vraag stellen, had het voorkomen kunnen worden? Ja. Als de FBI en de CIA niet aartsvijanden waren geweest en de informatie behoorlijk hadden uitgewisseld, dan zijn er een hele reeks van momenten geweest waarop, als er doorgepakt was door mensen die hun verstand gebruikten, dan zouden de aanslagplegers, die zouden ingerekend zijn. Die waren natuurlijk al enige tijd in Amerika, die moesten naar die vliegscholen. Er is ook een FBI-agent die op het lokale niveau, die naar zijn meerdere een bericht had gestuurd van, zegt ze heel gek. Maar er zijn allerlei lui die bezoeken een vliegopleiding.
moeten we daar niet eens naar kijken. Want bovendien gezien ook de namen en zo, ik vertrouw het niet. En ze wilden ook alleen maar leren opstijgen en niet leren landen, ja, toch? Ja, dat hebben later die directeuren van die vliegscholen verteld. Wat inderdaad, waardoor je ook toch de alarmbellen moet gaan rinkelen. Maar, en dus bij deze man, bij deze agent, zijn de alarmbellen gaan rinkelen. Nou ja, zijn meerdere hebben geen enkele actie ondernomen. De top zelf, dus Rumsfeld, Cheney, laten we zeggen, de principals zoals dat heette, die zijn uitgebreid met enige regelmaat gewaarschuwd. Denk erom, Al-Qaeda is bezig om iets te organiseren in Amerika. Ze wisten natuurlijk niet wat, waar en hoe, maar het besteedt er aandacht aan. Waarom gebeurde dat niet? Omdat ze niet geïnteresseerd waren, ze geloofden het eigenlijk niet zo. Ik kon het niet voorstellen. Dat het een ernstige zaak zou zijn. En bovendien waren ze enorm gepreoccupeerd. In het bijzonder weer met Irak natuurlijk. Wat zij als het grote gevaar zagen. Ja. En ja, je weet hoe dat tenslotte gelopen is. Dat de aanslag is gepleegd door Al-Qaeda. In principe een organisatie onder leiding van Osama Bin Laden. Die opereerde vanuit Afghanistan. En in no time heeft in feite de Amerikaanse regering besloten dat Al-Qaeda eigenlijk van secundaire importantie was en dat de grote dreiging voor de wereldvrede, de mondiale vrijheid, nou ja, denk aan de onbeschrijfelijke onzin die de Amerikaanse regering vanaf dat moment heeft geproduceerd en dat Irak aangevallen moest worden. Je ziet al, eerst is natuurlijk Afghanistan aangepakt omdat het inderdaad uit Afghanistan was gekomen. Dus daar zijn die kampen opgeruimd enzovoort. Dat ging eigenlijk allemaal betrekkelijk vlot. En dan zie je eigenlijk al in de herfstmaanden van het jaar 2001 dat de hele aandacht verlegd wordt naar Irak. Sterker nog, een deel van het budget voor de militaire aanpak van Afghanistan wordt al overgeheveld naar een budget voor de aanval op Irak die ze beginnen te organiseren. En dan zou de aanval op Irak, dan zou Irak, zou, niet waar, Saddam Hussein zou worden opgeruimd, het regime zou worden opgeruimd. En dan zou dat de eerste serieuze Arabische democratie worden. En dan zou die eerste serieuze Arabische democratie, die zou besmettelijk zijn in het hele Midden-Oosten. En wat komt daar voorbij? Een dreunende Land Rover. Ook een van mijn lievelingsauto's, maar niet heus. Het zou misschien een vastgoedbaas of een arts zijn die daarin rijdt. Nee, dat denk ik niet. Ik vermoed een liefhebber. Het is al een wat ouder exemplaar. Ja. Het is een 8-cilinder. Dat doe je ook alleen als je liefhebber bent. Donkergroen? Ja, dus dat nee, ik denk een liefhebber. Maar goed, dit alles tussen haakjes. Ja, en nou ja, toen hebben ze natuurlijk Irak aangevallen in het voorjaar van 2003. En dat, nou ja, dat zou een fluitje van een cent. Nou, militair was het ook een fluitje van een cent. En nou ja, toen was dat beeld omver getrokken. En nou ja, eigenlijk binnen enkele weken wordt duidelijk dat het helemaal geen fluitje van een cent is. Dat er een zeer omvangrijke opstandige beweging is. Die bovendien tot de tanden bewapend is en uitgerust met grote hoeveelheden munitie. Die het regime had verborgen al, laten we zeggen, in met het idee dat een laagdrempelige, guerrilla-achtige oorlog gevoerd zou kunnen worden. Nou ja, en Irak heeft zich natuurlijk ontwikkeld op een volkomen dramatische, gruwelijke wijze. Al heel snel bleek dat er sprake was van een zeer omvangrijke omstandigheid. En dat dus die militaire actie, waarvan ze hadden gedacht, dit is het, dit is klaar. Denk aan George Bush op dat dek van dat vliegdekschip, de Abraham Lincoln, in een prachtig strijklicht, ik moet zeggen. Voor de media was het tip-top georganiseerd. De president landde in een vliegtuig op het vliegdek. Stapte uit in volledige piloten battledress. En met een zekere swagger ging die naar de camera's toe. En er hing een enorm bord boven. Mission accomplished. Op het moment dat de ellende begon. Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. Ja, iedereen weet hoe gruwelijk dat is afgelopen in Irak natuurlijk. Ze hebben ISIS gecreëerd. Dat is in feite een Amerikaanse creatie. Daar worstelen we nog mee.
En ja, Irak is een verwoest en verscheurd land. Ja, wat ze ook helemaal niet aan hadden zien komen, was, waren natuurlijk de sectarische twisten daar. Omdat er in Irak een vrij omvangrijke Sjiïtische meerderheid is en een Soenitische minderheid. De Soenitische minderheid had al die jaren onder Saddam Hussein de Sjiïtische meerderheid geterroriseerd. En nu kon het omgedraaid worden. Wat deels weer leidt tot het succes van ISIS in het noorden van Irak en in het oosten van Syrië. Want dat sluit een beetje aan bij de Syrische burgeroorlog natuurlijk. Ja, en tenslotte besluit natuurlijk Obama om uit Irak te vertrekken. In 2011 is dat. En dan ja, in 2014 moeten ze weer terug. Omdat ISIS ondertussen een enorm terrein veroverd heeft in het noorden van Irak en in het oosten van Syrië. Het zogenaamde nieuwe kalifaat. Met alle gruwelen van dien. En daarvoor zijn de Amerikanen teruggekomen met hele beperkte troepen op de grond. Maar natuurlijk met omvangrijke luchtmachtacties waar wij ook nog in geparticipeerd hebben. En dat heeft natuurlijk, ja, daarmee is ISIS wel verslagen. Overigens heb je nu weer, hè, neem Kabul, waar bij de, hoe heet het, de vliegbasis Bagram in feite weer een ISIS-aanslag werd gepleegd. Want ISIS en de Taliban, dat zijn geen vrienden van elkaar. ISIS is veel radicaler. Dus ISIS is niet helemaal weg, maar het heeft zijn greep op een bepaald territorium in Noord-Irak wel verloren. Daarvoor is een stad als Mosul, 1 miljoen inwoners, veel en veel groter dan, laten we zeggen, Utrecht, vrijwel volledig teruggebombardeerd naar het stenen tijdperk. Dat is een ruïnestad geworden. Dat geldt precies zo voor een stad als Raqqa, daar is niets van overgebleven. Ik weet niet of je die plaatjes ooit gezien hebt. Ja, daar is natuurlijk ook niet veel geld en bestuurlijke kracht om dat nou eens 1, 2, 3 weer op te gaan bouwen. Dus dat, ja Irak heeft wel een enorm lullig lot uit de historische loterij getrokken, dat kun je maar zeggen. En hoe het in Afghanistan is afgelopen, daar hoef ik nu na de afgelopen weken niet nader op te wijzen natuurlijk. Ik kan wel iedereen aanbevelen, het is een beetje, moeilijk is het overigens niet, om een tijdelijk abonnement te nemen op het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs. Waar een min of meer systematische terugblik wordt geboden op wat er in Afghanistan fout is gegaan. Dat zijn allemaal bijzonder solide, niet opgewonden artikelen. Waar niet voortdurend Joe Biden de schuld krijgt, wat nu natuurlijk, hè, ja, wat je weet. Je denkt ook wel eens de media, dat is echt volkomen hopeloos. Echt hopeloos is het. We hebben het toch gehad over die... Over het feit dat Trump in feite een deal met de Taliban gesloten heeft. Die in feite de voorbereiding was van het drama wat ze voltrokken heeft. Al heeft Biden en zijn medewerkers er niet aan zien komen dat het zo snel zou gaan. En maar de media, zouden ze niet bij elk mediaprogramma een historicus in dienst kunnen nemen. Die steeds zegt, jongens, wacht voordat we weer allerlei lulkoek uitkramen. Niet waar? Hoe was het 5 jaar geleden? Waar is dit probleem precies vandaan gekomen? Toen ze in Afghanistan begonnen, bij die allereerste inzet, zeg maar oktober 2001. Hoe zag het er toen uit? Wat waren de intenties? Wat is er geïnvesteerd in Afghanistan? Nou, waarom kan dat niet? Zo moeilijk kan het toch niet zijn? En dan kijk je naar zo'n talkshow en dan gaat het weer over het Songfestival. Waar is het misgegaan in Afghanistan volgens dat blad? Helemaal in het begin. Als de Amerikanen echt hadden willen doorpakken, dan hadden ze dat moeten doen in 2001, 2002. Dan hadden ze met veel meer troepen aanwezig moeten zijn, zodat ze in feite zouden kunnen zorgen voor veiligheid in het hele land. De Taliban waren toen tijdelijk verjaagd. Er is ook door allerlei deskundigen gezegd, wacht even, de Taliban komen terug. Vooral natuurlijk doordat Pakistan in feite in allerlei opzichten de Taliban heeft gesteund in al die jaren. Maar dan hadden ze ook een regering in Kabul kunnen vestigen. En daar hadden ze meer geld in moeten stoppen in die eerste tijd. Het is altijd te weinig geweest. Ik parafraseer nu even wat er in al die prachtartikelen staat. Er stond nu het meest recente artikel ging over de werkelijk hemeltergende gruwelijke corruptie. Van het regime wat de Amerikanen in Kabul hadden geïnstalleerd. Denk aan zo'n vent als die Hamid Karzai. Hè?
die had zo deftig gekeken dat je denkt van kijk, dat is de man van Afghanistan. Ja, dat rijmt ook niet toevallig natuurlijk. Wat een held is dit eigenlijk. Een gruwelijke, totaal corrupte figuur. Die naar het schijnt nu ook nog hele gezellige deals heeft gemaakt met de Taliban. Nee, het is... Nogmaals, mag ik nog eens vragen? Doe iets aan geschiedenis. Geef een soort perspectief. Laat zien waar dingen vandaan komen. Laat zien waar het fout is gelopen. Het is nooit 3 weken geleden fout gelopen. Dat is nooit zo. Het is altijd jaren geleden al fout gelopen. Hmm. En dat geldt en voor Afghanistan en voor Irak. En het geldt primair, en dat is de kern van de zaak, voor de hele definitie die de Amerikaanse regering vanaf 2001 gekozen heeft. Voor de war on terrorism. Dat had nooit moeten gebeuren. Het was geen oorlog. Het probleem is dat Amerika een enorm hypermodern, relatief efficiënt militair apparaat heeft, waardoor het steeds denkt dat problemen prima zijn op te lossen met een militair apparaat. Het bekende verhaal, niet waar, als je een hamer hebt, dan zul je zien dat alle problemen op spijkers lijken. Dat is het eigenlijk. En de Amerikanen hebben dus 2 uiteindelijk volkomen zinloze oorlogen gevoerd. Over een hele lange periode Afghanistan, de langste oorlog die Amerika ooit gevoerd heeft. Goed, Hussein en Bin Laden zijn wel gepakt. Zeker. En daar stond ook een van die stukken waar ik het net over heb. Het Foreign Affairs. Van ja, dat is, de kosten zijn enorm geweest. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het had ongetwijfeld beter gekund. Maar feit is, er zijn geen nieuwe aanslagen in de Verenigde Staten gepleegd. Nou, daar was ik nou... Het is correct, het is juist. Maar ik was er nou niet zo van onder de indruk gezien de negatieve gevolgen van de war on terrorism. En dat zijn? Nou ja, dat natuurlijk 2 landen in feite volledig naar de verdommenis zijn geholpen. In het bijzonder ook Irak. Dat de kosten van deze onderneming werkelijk gigantisch groot zijn. En duizenden miljarden lopen. Die hadden beter besteed kunnen worden. En natuurlijk, dat is natuurlijk de paradox die achter deze hele zaak steekt. Dat door de war on terrorism het terrorisme enorm gestimuleerd is. Denk aan ISIS. Hè? Een pure creatie van de mislukte interventie in Irak. Maar was het leven voor de burgers dan beter onder Hussein en Bin Laden? Ja, hoe merkwaardig. Nou, Bin Laden was gewoon een gast in Afghanistan. En, nou ja, zoals je weet, hij was een gast van de Taliban en dan de Taliban zijn weer terug. Alleen is Bin Laden wel dood natuurlijk. Dat is overigens natuurlijk de executie van Bin Laden is een heel ander. Dat is niet een woord, dat is dat nauwkeurig en langdurig is uitgezocht. Waar zou die kunnen zijn? Wie zouden we kunnen omkopen om te horen waar die daadwerkelijk is? Nou, dat was heel verrassend dat hij zich onder de neus van een grote Pakistanse legerbasis bevond. Die wisten dat. In Abbottabad. Ja, die hebben daarvan afgeweten. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Nou ja, toen hebben de Amerikanen de Pakistanen gewaarschuwd. We gaan hem doodschieten. Dat betekent dat we jullie luchtruim gaan gebruiken met die speciale fluisterstille helikopters. Waar ik ook van wel eens wil weten hoe werkt dat dan precies. Want als er iets lawaaiig is, dan zijn het toch wel helikopters. Dat is echt verschrikkelijk. Ongelooflijk terreurgeluid maken die dingen. Ja, maar dat is politiewerk. Dat is, of inlichtingendiensten, of hoe je het precies wil noemen. Maar dat is geen oorlog. Met oorlog bereik je eigenlijk betrekkelijk weinig. Behalve dat je een heleboel nieuwe terroristen kweekt. En hoe werkt dat dan precies? Nou, dat allerlei mensen die dit soort van impulsen hebben ook dachten, weet je wat we doen, we gaan naar Irak, we gaan daar tegen de Amerikanen vechten. Er waren een heleboel mensen die daardoor van enorm aantrekkelijke gedachten vonden. Nog afgezien van het feit dat een deel van de hele Irakese bevolking in feite zich ontwikkelt tot terrorist. Ja, je zult maar door zo'n halve rare club bezet worden. Die de zaak volledig uit de hand laten lopen. Binnen enkele maanden is Irak een volkomen complete gewelddadige chaos. En de Amerikanen die opereerden, zoals je weet, uit de zogenaamde Green Zone. Dat is een bocht in de Tigris, zoek het maar even op. Weer een leuk opdrachtje voor onze Twitter-kijkers. Zoekt u ook even iets op. Misschien kunt u ook buiten Twitter zelf om niet retweets gaan zitten lezen. Dat ik bang ben voor Caroline, hoe heet ze ook weer van de plasma. Dat u ook iets leert over de ongelooflijke fouten die Amerika gemaakt heeft in de afgelopen 20 jaar. Die natuurlijk
in feite het hele aanzien van de Verenigde Staten, denk aan die zaak in Abu Ghraib, in die gevangenis, niet waar, waar ze zich schuldig hebben gemaakt aan echt weerzinwekkende martelpraktijken en vernederingspraktijken. Het was diep, diep treurig, maar het onthulde ook hoe volkomen mis die bezetting van Irak eigenlijk was. Terwijl Saddam had niets te maken met 9-11, 0,0. Ze hebben eindeloos geprobeerd om hem verdacht te maken. Maar dat is helemaal niet. Ja, slam dunk van Mr. Tenet. Ja. Maar het leven van al die mensen daar is dus eigenlijk ook verwoest. Want het was veel beter. Dat kun je rustig zeggen, ja. En dan zijn niet de Amerikanen. Precies hoe de toestand in Irak nu is. Maar ik ben wel blij dat ik in de Franse Halstraat in Utrecht woon en niet in Bagdad. Ja. Maar dan vraag je dus, wat ik me wel nog afvraag, hè, waarom heeft het in Afghanistan nou zo ontzettend lang geduurd, terwijl eigenlijk de focus van de Amerikanen op Irak lag? Dat vonden ze veel belangrijker. Ja, Irak, daar is een eind aan gemaakt door Obama. Overigens moest, wat ik al zei, Amerika weer terug na 3 jaar, omdat toen ISIS tot ontwikkeling was gekomen. En het waren al die ISIS-steden naar het stenen tijdperk teruggebombardeerd zijn door een coalitie Amerika en zijn bondgenoten. Maar waarom had het niet kort gekund? Okay, we omdat hebben ze in Afghanistan steeds dachten, nou ja, kijk, het is heel lastig om in zulke situaties, waar je dus veel geïnvesteerd hebt, je bent er al lang, om te zeggen, het is zinloos, we moeten ermee stoppen. Want dan zal iedereen zeggen, ja maar, en de meisjes kunnen dan niet meer naar school, er mag niet meer gevliegerd worden, we mogen niet meer luisteren naar leuke bandjes. En, ja, dat is allemaal voorkomen, juist. Maar degene die, laten we zeggen, dat hadden zeker moeten stellen, namelijk de regering in Kabul, die door de Amerikanen aan de macht was geholpen, en het leger van Afghanistan, bleken toen puntje bepaald, je komt niet te functioneren, wat we eigenlijk allemaal al lang en breed wisten. Nogmaals, lees die stukken in Foreign Affairs. U kunt een soort digitaal abonnementje nemen, dat kost niet veel, en dan kunt u al die stukken, kunt u met vrucht lezen. Het is een soort brede terugblik op wat daar fout is gegaan. Wat is jou het meeste bijgebleven? Van al deze 20 jaar? Nou, het begin natuurlijk. En 9-11 zelf. Als er nou iets spectaculair was, dan is het dat wel. Die vliegtuigen met 700 kilometer per uur in die toren ziet knallen. En dat je ze bovendien dan allebei binnen 2 uur in elkaar ziet zakken. Waardoor natuurlijk ook allerlei lui zijn. Nou ja, ze zijn zo handig in elkaar gezakt. Daar moet wel een samenzwering achter zitten. Dat is ook 9-11 heeft natuurlijk een hele reeks van fantastische complottheorieën opgeleverd. Ja. Waar ik overigens verder voor geen meter in geloof natuurlijk. Als je de moeite neemt om 2 of 3 boeken over 9-11 te lezen. Boeken waarin in feite de hele zaak gedetailleerd uit de doeken wordt gedaan. En je gelooft dan nog in een complot. Dan ben je een hopeloze dwaalgeest. Kun je 1 boek aanbevelen? Ja, dat kan ik wel. Al is de vraag natuurlijk. Dat heet The 11th of September. Dat is heel gedetailleerd. Ik zou de auteurs, zijn 2 auteurs volgens mij. Zou ik eigenlijk niet precies meer weten. Maar ik zal het opschrijven. Dan zal ik volgende week zal ik een hele lijst van literatuur geven. Dit kunnen mensen ook wel googlen. Maar het is altijd wel interessant om de boeken erbij te halen. Het is heel, ook dit is heel erg simpel. Je typt Amazon in. En dan kun je in het venstertje boven typ je books about 9-11 in. En dan krijg je een hele waslijst. En dan zie je vrij snel wat veel geciteerd wordt of wat prominent aanwezig is. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar sinds 1 september staat Turning Point 9-11 op Netflix. En dat is dus een documentaire met de Afghaanse bril op. Dus dat die hele 9-11 en de nasleep daarvan vanuit Afghaans perspectief gezien. Ja, maar ja, Afghanistan is nu een tragisch land, omdat natuurlijk een deel van Afghanistan als gevolg van deze 20-jarige interventie als het ware ingrijpend gemoderniseerd is. Dus er is een stadse bevolking ontstaan en er zijn vrouwen die chirurg zijn geworden, om maar een opmerkelijk voorbeeld te geven. Ja, en die worden geconfronteerd met het andere stuk van Afghanistan en dat zijn die mensen die, niet waar, in die bruine huizen wonen, in dat enorme bruine ontoegankelijke landschap. Hmm. Volgens mij kun ja, je dat nu is een drama. Dat is een drama over wat zich in allerlei landen afspeelt. In Polen is het drama niet anders. Het is natuurlijk in westelijk Polen sterk op West-Europa georiënteerd is en wat niet zoveel moet hebben voor die pispartij. Maar er is altijd nog een meerderheid in Polen voor
die niet mega-emancipeerd is, die dus niks moet hebben van het moderne leven en alles wat daarbij hoort. Ja. En volgens mij kun je nu ook nog niks over zeggen over de situatie, want je hoort zo'n tegenscheidige verhalen. Moet dat De Taliban zullen ze hun handen, want je weet wat Taliban betekent. De Taliban betekent studenten, in casu studenten van de Koran. Dus het is een meervoud. Dus de Taliban moet je ook bij de werkwoordsvervoeging als een meervoud gebruiken. Dus de Taliban zullen hun handen vol hebben, niet het zal, maar zullen hun handen vol hebben aan het bestuur van Afghanistan. Het is een vrij groot land. Er wonen 37 miljoen mensen. Het schijnt dat honger daar voortdurend op de loer ligt. Dus ik ben erg benieuwd. Ik denk dat de Taliban met de United Nations, of zeker met dat food program, gewoon door onderhandelen. Dat willen ze wel, denk ik. Ik zag zo'n foto van de hele leiding van de Taliban met die reusachtige baarden en daar kun je aan zien hoe vol ik zit met vooroordelen. Ik schoot in de lach van al die mannen met die enorme baarden. Dat je denkt, sorry dat ik het komisch vond. Ik vond het wel grappig dat ze zo blij waren met al die spullen die de Amerikanen hadden achtergelaten. Ja, die zijn grotendeels defect. Ik weet niet of je hebt gezien die Hercules die er stond, die hing en beschreef. Allemaal die metertjes kapot geslagen. Die zal nooit meer vliegen, dat kan ik je wel garanderen. Maar wel zonder dat ze dat een helikopter in de lucht houden, daar heb je echt verrekt goede mechaniciens voor nodig. Ja. Je weet dat al die helikopters die ze in Vietnam hadden achtergelaten, die werden gebruikt door die Zuid-Vietnamezen. Ja, maar ja, de onderhoudsploegen waren ook grotendeels vertrokken. Nou, die helikopters met die Zuid-Vietnamese generaals, die vielen echt als dode vliegen uit de lucht. Ja. Er zijn tientallen mensen bij om het leven gekomen. Maar die Afghanen deden ook de petjes op, hè? Of de uniformen van ja, hem. Ze deden ook de uniformen aan. Dat is vrij klassiek. Als er één land is wat zijn vijanden tot tanden toe bewapend heeft, dan zijn het de Amerikanen wel. Vietcong was zeer matig enthousiast over Amerikaanse wapens. Die vonden die M16, die Amerikaanse pistoolmitrailleur, daar vonden ze helemaal niks. Nog even terug naar 9-11, want we kregen daar ook een vraag over van een 18-jarige luisteraar. En die vroeg waarom kon u zo rustig blijven in die dagen rond 9-11 en de uitspraken die jij deed in de media. Misschien moet je dat nog eventjes herhalen waarom je door de media afgeserveerd werd. Ja. En daar was ik zelf ook wel enigszins verbaasd over, moet ik zeggen. Dat al heel snel kreeg ik bericht van, er kwam bericht van boven aan de dienst actualiteit van, nou ja, wat het toen was, NOS, NTR, je weet dat heet elke 3 jaar wat anders. En dan moeten ze al het postpapier weer tegen hoge kosten veranderen. Maar goed, dat ik niet langer welkom was. Ja, waarom bleef ik kalm? Ik moet je zeggen dat vanaf het allereerste moment dacht ik, er heerst ook in die studio een soort wonderlijke hysterie, alsof iedereen te veel gezopen had, bij wijze van spreken. Boven zijn theewater was, zoals dat heet. Dat ik dacht van, nou ja, het is erg. En nogmaals, ik heb nooit gezegd dat het niet erg was. Het is erg, maar het is wel heel iets anders dan wat jullie denken. En toen kwam die praten over de derde wereldoorlog tegen het islamofascisme. En toen dacht ik al heel gauw van, wat zullen we nou toch beleven? En al die deskundigen die kwamen uitleggen welke gruwelijkheden ons te wachten stonden. Zoals de vergiftiging van de waterleidingnet en de sproeien van anthrax over steden als Utrecht en zo. En hoe was het ook alweer dat er waar bleken 456 kerncentrales geloof te zijn in de wereld. En dan zouden synchroon zouden er 456 Jumbo 747's worden gekaapt en die zouden ook gesynchroniseerd met de wereldklok zouden die op die kerncentrales zich storten. Ja, dat het tenslotte ook enigszins een soort van lachwekkend apocalyptisch drama werd. Ja, ik vond dat raar. Nou ja, en nogmaals, na de tweede dag mocht ik niet meer. Dus, waarom niet? Omdat was veel gebeld door de luisteraars, dat was wat die voor ons zei, was onverteerbaar. Ik moet zeggen, ik deed ook denk de tweede of de derde dag mee aan een radio-uitzending waar ik nog eens uitlegde wat ik ervan dacht. Ik zou ook zeggen, laten de mensen nog eens even teruglezen, nu Afghanistan ingestort is, wat ik er ooit over gezegd heb. En dat in die radio-uitzending werd geroepen, godverdomme Verossum, hou je bek, het is oorlog. Wat je denkt van, nou ja, dat was de sfeer. Dat was de sfeer. Het is een beetje godverdomme Verossum, hou je bek over Caroline. Dat is een genie.
Een genie, Alexander de Grote, maar ze ziet er alleen iets anders uit. Ja, maar die jongen die me mail schreef, die zei van Rossum, met de kennis van nu had je toen gewoon gelijk. Zeker, maar dan moet ik zeggen, dat heeft de NOS ook keurig toegegeven. Want 5 jaar na dato, dus dat is, reken je maar uit, 2006 werd ik uitgenodigd voor een uitzending. Ik denk van, dat heette toen Nova, als ik het wel heb. En daar hebben we een bijzonder aardig gesprek gevoerd, waarbij ik heel kritisch werd ondervraagd. Niettemin, zoals het gelopen is, zoals de Amerikaanse politiek nu nog in elkaar zit, zoals wij in het Westen nog steeds met de Amerikaanse politiek meelopen, ons daaraan spiegelen, kunnen we nog terug? Ik denk dat we nog steeds terug kunnen. Wij zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat we ons bedacht hebben en dat de hele wijze waarop Nederland zich geëncarneerd heeft met de oorlog tegen het terrorisme, zoals gedefinieerd door de Amerikanen, met alles wat daaraan vastzit op het punt van de Geneefse conventies, Abu Ghraib, de geheime gevangenissen, de hele bliksemse boel, dat we daar ons simpelweg niet mee willen inlaten. Maar dat zullen we niet doen. Jammer genoeg niet. De Nederlandse regering heeft daar bijvoorbeeld anders dan de Belgische een volstrekt verkeerde keuze gemaakt. En overigens tot op heden in de volksvertegenwoordiging niet duidelijk gemaakt waarom die keuze gemaakt is. Dan is de vraag, hoe lang gaat dit nog duren, deze angst die we onszelf steeds weer aanpraten. Ja, we moeten enorm oppassen dat we ons niet banger laten maken dan noodzakelijk is. En dat niet willekeurige personen, je ziet dat nog wel eens op het scherm, dat iemand in Koevoorde zegt, ja, ik ben zo bang voor terrorisme. Wordt uw verhaal niet anders als er morgen inderdaad hier een terreuraanslag wordt? Nee, helemaal niet. Ten eerste zou dat waarschijnlijk een vrij kleinschalige aanslag zijn. En wat ik er zo van heb gezien tot op heden, maken de jihadisten op mij een weinig competente indruk. Ik hoop niet dat ik u nog een keer aan uw woorden hoef te herinneren, overigens. Nou, zelfs als een aanslag zou plaatsvinden, dan lijkt mij nog steeds mijn betoog recht overeind te staan. Het gaat namelijk om de cohesie en de continuïteit van ons type van samenleving. Dat wordt meer bedreigd door datgene wat de Amerikaanse regering heeft gedaan sinds 11 september, dan door de jihadisten. Dank voor uw komst. Fragment uit Nova met Clary Polak als presentatrice. We hebben overigens alle optredens rond 9-11 op een rijtje gezet. De video's ook daarbij gezocht. En via het linkje in de beschrijving bij deze podcast kun je dat zien. Ja, er werd toch wel duidelijk gemaakt dat ze achteraf vonden dat ik wel een punt gemaakt had in de tijd. Ja, de uitspraken, zo kun je eigenlijk concluderen, sloten niet aan bij het sentiment van dat moment. Dat is het. En wie niet aansluit bij het sentiment van het moment, moet enorm oppassen dat hij niet opgehaald wordt en doodgeschoten in het park. en nog één vraag uit die mail die we kregen is, hoe kon je zo rustig blijven onder dat hele gebeuren? Nou, dat is helemaal geen kunst. Ik was zo verbaasd over die opwinding dat ik dacht, wat is dit voor idioot? Zijn ze allemaal gek geworden? En het nog gekker was dat Theo van Gogh, Theo die belde, En die zei, ga zo door. Dat was eigenlijk de enige die... Theo was natuurlijk altijd... Theo was een groot bewonderaar van iedereen die in de contramine was. En aangezien ik de enige persoon was die in de contramine was, belde Theo en zei, ga zo door. Ik vond dat wel fijn om te horen, ja. Maar misschien wel goed om te horen. En meneer Baksteen. Want ja, eigenlijk alle deskundigen die negeerden mij omdat ik naar hun ideeën evident gek geworden was. En toen heb ik nog heel gezellig met meneer Baksteen zitten praten over hoe moeilijk het was of hoe makkelijk het was om die vliegtuigen tegen die torens aan te sturen. Wie is de meneer Baksteen? Die was voorzitter van de Pilotenvereniging Nederland. What's in a name? Die was het ook met jou eens? Nee, die was niet zozeer dat, maar die nam mijn standpunt wel serieus. En die zei, god meneer Van Rossum, ja, u kunt natuurlijk helemaal niet vliegen, maar ik kan u verzekeren dat ik kan u in een paar weken kan ik u leren hoe je een 747, als die helemaal in de lucht is, tegen zo'n toren aankrijgt. Hij zei dat 747's heel lekker vlogen, dat was een heel fijn toestel. En de 737, wat even de best verkochte toestellen ooit is uit de geschiedenis van de luchtvaart, een ontzettend klote vliegtuig is volgens piloten. Ja. Dat is ook later door al piloten bevestigd, want als meevliegen de cockpit is een 737, nou, een 747 een schat van een toestel om te vliegen. Hmm. Misschien ook om hoe groter het toestel, hoe makkelijker het vliegt, maar dat weet ik niet zeker. Maar was het achter de schermen toen wel nog een beetje leuk toen je de uitspraak had gedaan? Of? Nee, niet zo. Want ja, ik zat daar een beetje vereenzaamd. Terwijl de deskundigen stonden samen te scholen, zat ik vereenzaamd bij de uitgedroogde broodjes.
Maar ja, ik zat er niet zo mee. Ik was eerder verbaasd. Ik was wel verontwaardigd dat ik vervolgens meteen opgedoekt werd als deskundige, ja. Ja, maar dat hebben ze dus nu inderdaad wel, dat hebben ze 5 jaar later dus al moeten rectificeren. Zeker, wat dat betreft hebben ze wel achteraf duidelijk gemaakt dat ik misschien toch niet helemaal gek was. Ja, Turning Point wordt je overigens ook aan. Maar nogmaals, wat jij zei is een heel verstandig woord. Oh nee, als je in Nederland tegen het sentiment van het moment ingaat, dat is levensgevaarlijk. Ja.